Hallo, ik ben Isabel Mo en werk bij de Nationale Bank van België als analist bij het anti-witwastoezicht. Als anti-witwastoezichthouder houd je toezicht op zowel kredietinstellingen, verzekeringsinstellingen, beursgenootschappen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld. Al de instellingen waarvoor de Nationale Bank van België bevoegd is. Wij controleren of die instellingen de anti-witwaswetgeving nakomen. Zij moeten immers voorkomen dat hun instellingen gebruikt worden voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Wat ik vooral heel fijn vind, is de veelzijdigheid aan taken. Elk dossier is anders. Ik heb veel contact met collega's zowel binnen de bank als met andere AML-toezichthouders op internationaal vlak. De ontwikkelingskansen vind ik een grote plus. Zo kan je vakspecifieke opleidingen volgen, maar kan je ook totaal buiten je comfortzone gaan. Zo ben ik jurist van achtergrond, maar volg ik nu een opleiding programmeren. Met andere woorden, de Nationale Bank van België biedt een waaier aan mogelijkheden.